En wat goed dat we dit debat voeren voor zoveel mensen. Dat zoveel mensen zijn komen opdagen om ons te volgen bij dit debat. Zoveel zelfs dat ik niet iedereen persoonlijk heb kunnen spreken. Wij voorbaat excuses daarvoor, maar we hebben straks nog schorsing. En daarna nog zal ik ook proberen te blijven hangen, zodat we erover kunnen verder praten ook. Ik ben ook erg blij omdat wij vandaag eindelijk dit belangrijke debat voeren in ons parlement. Want radicale veranderingen in onze samenleving horen in alle transparantie besproken te worden in een openbaar debat tussen de regering en volksvertegenwoordigers. En zeker als het gaat om belangrijke nutsvoorzieningen, zoals het geldstelsel. En ingrijpende ontwikkelingen, zoals de digitale euro. Op die manier kunnen voor- en tegenstanders de degens met elkaar kruisen en kunnen wij tot besluiten komen die goed zijn voor ons land. Als socialist vind ik bijvoorbeeld het allerbelangrijkste dat de samenleving minder afhankelijk wordt van grote commerciële banken. Maar dat soort belangrijke beslissingen, zoals over de rol van banken, lijken in de praktijk helaas al genomen te zijn. Hun veel te machtige posities en hun grote belangen mochten nooit ter discussie staan. Alles wijst erop dat banken juist een belangrijke rol erbij zullen krijgen in het functioneren van de digitale euro. Als zogenaamde intermediairs en poortwachters. En op deze manier neemt de systeemrelevantie van commerciële banken niet af. Zo concluderen hoogleraren in een recente brief aan ons. In allerlei officiële uitingen en documenten is al kant gekozen. En koningin Maxima heeft deze keuzes ook al bij allerlei internationale bijeenkomsten verdedigd. En een debat als deze voelt daardoor als mosterd naar de maaltijd, als een formaliteit. En dat is pijnlijk voor de democratie. Wat ook pijnlijk is, is dat twee glasheldere moties van deze volksvertegenwoordiging door Europese instellingen openlijk aan hun laars worden gelapt. Zo willen wij anoniem kunnen blijven betalen. Maar zowel de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank geven aan geen volledige anonimiteit meer te willen. Men moet zich namelijk identificeren vooraf en geaccepteerd worden straks om de digitale euro te kunnen gebruiken. Terwijl dit bij contant geld natuurlijk niet hoeft. Wat vindt de regering van deze identificatieplicht waar de EU nu op afkoerst? Wij willen ook geen programmeerbaar geld. Maar Europese instellingen willen al wel programmeerbare betalingen. Wat is volgens de minister het fundamentele verschil tussen programmeerbaar geld enerzijds en programmeerbare betalingen anderzijds? En denkt zij dat het mogelijk is om het ene toe te staan, terwijl je het andere uitsluit, ook in de toekomst uitsluit? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Voorzitter, begin 2023 wordt de Europese verordening verwacht die als juridische basis moet dienen voor de digitale euro. En ik vrees dat daarin te veel van dit soort belangrijke en ingrijpende beslissingen opengelaten zullen worden. En dat op die manier dus mandaat wordt gegeven aan de Europese Centrale Bank om dit soort ontwerpkeuzes naar eigen inzicht te maken. Achter gesloten deuren dus. Deelt de minister mijn mening dat dit onwenselijk is en dat de verordening daarom concreet moet zijn. En zo min mogelijk ontwerpkeuzes overgelaten moeten worden aan de Europese Centrale Bank. Ik begon met dat ik blij ben dat wij dit debat vandaag voeren, maar er zit ook een nadeel aan. Het risico is dat wij de schijn wekken dat dit parlement invloed heeft op ontwikkelingen zoals de digitale euro, terwijl dat in de praktijk dus helemaal niet zo blijkt te zijn. Daarom zou ik een harde toezegging van de minister willen, dat de besluiten die wij hier nemen ook serieus worden genomen. Met andere woorden, dat er een besluitvormingsproces in de EU komt, waarin bijvoorbeeld met unanimiteit wordt besloten, of dat er met opt-outs voor lidstaten wordt gewerkt, en waarin dus uiteindelijk elk euroland, en dus ook elk nationaal parlement, akkoord moet gaan met de digitale euro, voordat die wordt ingevoerd. Anders zijn wij mensen een rad voor de ogen aan het draaien, en daar wil ik niet aan meewerken. Als de regering geen harde toezeggingen doet op dit punt, overweeg ik daarom ook, en dat is ook aan u, voorzitter, en ook aan de commissie, om mijn rapporteurschap na 2,5 jaar neer te leggen en de regering en de commissie op te roepen om zich tegen de digitale euro te keren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Alkaï. Ik zie een aantal...